Yes, I'm at the beach finally. This is where I came for. Oh, in het Nederlands, sorry. Ik praat het Engels. Eva van Zeeland. Van het strand van Tel Aviv. Jaffa I'm at. And really having a good time. Oh, ik heb een goed fijne tijd. Ik moet echt wennen. Gisteren voelde ik me echt lost. Lost in the city. En dat kwam natuurlijk omdat die vriendin van mij besloot om alleen verder te gaan. En ja, dat word je zo gedropt met je koffers in zo'n stad met allemaal wolkenkrabbers. En je komt dan net uit de woestijn. Dus dat voelt gewoon heel erg alleen. En onzeker, geen wifi. Maar op de kamer, ik kwam meteen hele leuke vrouwen tegen. Ik zit in een hostel met 9 vrouwen op de kamer. En dat wilde ik ook bewust, geen kamer alleen. Ik denk, ja, dan leer je tenminste mensen kennen. En je zal het echt niet geloven. De eerste vrouw die ik ontmoet. Ik zeg, what are you doing? Ja, yeah, I'm an engineer. Ze is een engineer. En ze werkt voor space programma's. Dus gewoon letterlijk ruimtevaart. Ik zeg, what? Ik zeg, zal je vertellen wat ik doe? Toen vertelde ik over de Great Cosmic Show. En ja, dat ik hier ben om mensen te helpen herinneren wie ze zijn. En zij zei, oh, tell me all about it. Dus zij is de hele tijd mijn brain aan het pikken daarover. En zij gaat douchen en er komt een andere vrouw binnen. Echt, je gaat het niet geloven. En die andere vrouw, zij komt uit Londen. Engelse dame. En ja, we raken aan de praat. Uiteindelijk zijn we ook gaan eten. En ik zei, what are you doing? En zij werkt dus voor de UK government. Voor de Department of Space. Het is echt ongelooflijk waar het universum mij naartoe heeft gebracht. Daar heb ik om gevraagd. Oké, show me the way. Laat me zien met wie ik in contact mag komen. Die twee dames. En zij gaat dus, zij is hier in Israël voor business ook, met de Israëlische Department of Space praten. Ik zei, waar gaan jullie over praten? Waar gaan jullie het over hebben? En dan, natuurlijk heb ik over haar, ze hing ook aan mijn lippen. Ze wilde alles weten. He, van de inneraarde tot de kabal, tot de dimensies, hoe je vibratie verhoogt. En ik zeg, oké, start asking questions. He, want we hoeven niet te space travelen met een spaceship. En ze volgen ook Elon Musk inderdaad, wat die aan het doen zijn. Maar het gaat vooral over tracking wat zij doen. He, de tracing vanuit de satellieten. Maar ja, het is zo grappig. Dus ik heb haar kaartje ook. En ik vond het te opvallend dat ik dan inderdaad twee vrouwen ontmoet die echt gewoon letterlijk hun werk in de 3D hebben in space, in de ruimtevaart. Ook jonge meiden, maar helemaal open toe tot deze informatie. Nou, en nu ben ik dus op het strand, lekker even in de zee geweest. Ik had een appgroepje gegooid dat ik hier nog was. Dus heel veel mensen die ook op het Insta Festival waren, die hebben gereageerd. Dus het komt goed met mij. Wat nog meer? Ik weet het eigenlijk niet. Ik moet nog even aan geld zien te komen. Dus nog een keer pinnen. Ik kon dus niet pinnen. Ik had dat niet ingesteld dat je buiten Europa kon pinnen. En ik zit natuurlijk buiten Europa. Maar dat gevoel heb je helemaal niet als je in Israël bent dat het buiten Europa is. Dus ik ga het even hierbij laten. Ik kom snel weer bij je terug. Even van Zeeland. Zie je snel.